Hallo allemaal en welkom bij het weerbericht van zaterdag 13 januari. Er zijn wel enkele belangrijke wijzigingen in de weerkaart, we gaan die eens bekijken. Voor vandaag is er niks veranderd. Het is een saaie, grijze, eentonige dag. Heel veel bewolking. De kans dat die bewolking openbreekt hier of daar is heel klein. Niet uitgesloten, maar het is maar 1-2% kans dat er ergens eens een kleine opklaring doorkomt. Dus laat ons ervan uitgaan dat het grijs blijft, rustig ook. De wind die waait zwak tot matig uit het noordwesten. Aan zee kan die wat harder waaien. En we zitten nog steeds in koude lucht. Temperaturen die liggen wel boven het vriespunt, maar veel meer dan 5-6 graden aan zee tot een 3-4 landinwaarts zullen we vandaag niet neerzetten. Daarbij blijft het grotendeels droog, al is er net als de voorbije dagen wel kans dat er hier of daar eens wat lichte regen of motregen valt, maar dat zijn allemaal bijzonder kleine hoeveelheden. Een saai dagje dus, gevolgd door een rustige avond en nacht. De kans op wat lichte neerslag wordt ietsje groter, maar ook niet overdreven groot. Het blijft zwaar bewolkt tot betrokken met minima die licht in de positieve cijfers zitten. 2-3 graden landinwaarts, een graad of 4-5 aan zee. Morgen dan trekken een paar zwakke storingen door. Dat levert dan een meer wisselvallig weerbeeld op. Er zijn nog veel wolken, maar er is ook kans dat er eens een opklaring doorkomt. Maar evenzo goed stijgt de kans op wat regen of een bui. Vooral later in de middag, wanneer een zwak koufrontje doortrekt vanuit het noorden, neemt die neerslagkans toch wel een beetje toe. De temperaturen, daar verandert niet veel aan. Die zitten ongeveer rond dezelfde waardes als vandaag bij een wat meer uitgesproken westelijke wind. In de nacht naar maandag zou eventueel een opklaring kunnen voorkomen. Als dat landinwaarts gebeurt en die duurt lang genoeg, kan het eventueel lichtjes vriezen aan de grond. Misschien ook in de lucht, maar veel zal dat nog niet zijn. Wel neemt de kans op een bui toe. En dat zien we dan op maandag overdag. Maandag gaan we de regio een beetje in twee splitsen. Het westen en zuiden zit wat in het schaduweffect van Engeland. Het noorden en noordoosten. En dan denk ik vooral in het noorden van Oost-Vlaanderen. Ja, daar zouden wel een aantal winterse buien kunnen vallen. Zelfs sneeuwbuien. En eventueel kan dat tijdens de felste buien zelfs wat blijven liggen op maandag. Dus maandag toch wel een wat meer winter speelt op sommige plekken. Vooral dan nabij die Nederlandse grens en in het noorden van Oost-Vlaanderen is die kans toch wel wat groter. Ook het Waasland doet daaraan mee. Dus toch wel opletten voor die maandag. Dinsdag, woensdag, donderdag. Rustige dagen. De eerdere sneeuwdump, die in verschillende modellen dan weer eens wel, dan weer eens niet werd berekend rond het midden van de week, wel, die is er nu volledig uit. Zo zie je maar, met sneeuw je het eigenlijk nooit weet. Voor hetzelfde geld keert dat nog wel eens terug in die modellen, maar ik denk het eigenlijk haast niet. We zouden eerder een aantal rustige dagen krijgen, droge dagen ook, maar wel met weer wat koudere nachten, kans op wat lichte nachtvorsten in de opklaringen, overdag een graad of 3, 4, 5. Naar het eind van de periode toe zou dan een westelijke circulatie inzetten, maar dan zijn we al naar volgend weekend aan het gaan. Ik zet er nog heel eventjes de pluim bij, dan zie je die drie fasen. Eerst die koude fase waar we nu in zitten, maar zonder nachtvorsten, rustig weer. Dan geleidelijk aan naar begin volgende week en midden van de week toe wat meer uitgesproken koelere nachten. Ook de nachten met weer wat lichte nachtvorst zijn dan terug. Overdag wel licht positieve temperaturen. Je ziet niet zo heel veel neerslagsignalen zitten. Waarschijnlijk blijft het dan ook de hele tijd terug, behalve dan zondag, maandag. Dan is de kans op een bui wat groter. En dan naar helemaal het eind van de pluim toe, dan zie je duidelijk die grote opwarming erin zitten met overgang naar een westelijke circulatie. Zo, je bent weer helemaal mee. Alvast een fijne zaterdag en graag tot morgen. Dag.